déjà mort, comme nos vestes à manhã, aquela morte quando bate, perde o medo da morte. Simbora! Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá? E se é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue ou não tá esperto, porque o certo nem sempre está por perto. Perto, digo, aos olhos do coração. Não se pode ter tudo e nem tudo que se tem está ao alcance das mãos. Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar. Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar. Chega pra cá, então que eu vou te dar um plá. Vamos lá, vamos lá. Wake up, que é hora de acordar. Sei que cê tá e todos estamos na luta. Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão. Então, escuta. A coisa aperta, cê já quer meter o pé. Vai me dizer que cê prefere o ódio ao amor, neguinho. Qual é? Pode dizer, então. Uma vez o bem vem correndo por fora. Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora. Disfarça e chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu caro amigo, me acompanhe, por favor. É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo, brincou com fogo. O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O legal agora é tirar onda de careta. Ninguém aguenta, mas se junta com os picaretas. Julgando os outros, metendo pau. Eu sei que o amor faz o bem, eu sei que o amor vence o mal. Eu sou daqueles que são chamados de loucos, mas quando entro no jogo, não se contentam com pouco. Dado o recado, não entra em parada errada. Sem essa de pecado, então vem comigo, molecada. Pode dizer assim, ó. Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. Quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí cê é um cara de sorte, hein?
I said, make it town. I said, make it town. We'll be right back.
zitten hier in San Siro voor wat een mooie wedstrijd beloofd te worden. Denk je ook niet, Jordi? Nou, ik hoop het wel. Het zou wel eens leuk kunnen worden. Het duel van vandaag gaat tussen Milan en Cagliari. Wat een begin van dit seizoen. We zien vandaag meteen twee grote concurrenten tegenover elkaar staan. Kaka. Voorzet geeft kans. Ingewerkt door de verdediger. Ja! Gaat hij uithalen? Ja, en nu? Dit wordt Venus. Hij zit! AC Milan! Prachtige plaatsschot in de kruising. Ja, die zit er goed in. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De eerste goal wordt gescoord. Kom nou toch verdedigen. Wie pakt die bal op? Breekt in. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Nu doen. De voorzet komt bij een verdediger terecht. Ja, en nu? Het schot. De keeper heeft die bal. Milan houdt er een corner aan over. Prachtige poging, dat wel, maar niet op doel. Hij strekte zich helemaal uit en hij kon de bal gewoon niet naar beneden koppen. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur, want is hem alweer kwijt. Monti. Prachtig om te zien. En dat is een doelpunt. Een eigen doelpunt nog wel. Hij werkt de bal in eigen doel. Wat zal die balen? Heel bizar wat hier gebeurde. Een eigen doelpunt.
Ja, doorspelen, voordeel dus. En eens kijken of er ook echt voordeel uitgehaald wordt. Ja, natuurlijk, dat is de vraag. Maar al met al is het gewoon wel een goede beslissing van de scheidsrechter. Siem de Jong. En wat komt Milan hier ver? Conti. Dat is geel. Eventjes gewacht, maar hij fluit toch voor die overtreding en hij trekt een kaart. Ja, gele kaart. En nu moet die speler toch gaan oppassen. Maakt een correcte slijding. Komt-ie. De Jong. Slechte bal van De Jong. Voor AC Milan. Milan deelt hier toch wel een dreun uit hoor. Oeh, zeg maar gerust een mokerslag. Kaká probeert zijn tegenstander af te schudden. Oh, wat is hij toch balvast. Geen probleem. Bij 2-1. Ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. Vlak voor de rust. 1 doelpunt verschil tussen de beide teams, Jury. Ja, daar zullen ze wel blij mee zijn. Want dat is toch fijn om zo de tweede helft... De scheidsrechter heeft alles in orde bevonden. En we kunnen dus weer van start. Balotelli. Nou, toch nog hoor, hè. Ongelooflijk even, zou hij dan toch nog kunnen keepen? En AC Milan krijgt een corner. Welk team heeft het vaakst geschoten? Dat is geen goede corner, de bal wordt weggehaald. Een voorzet in de 16, wie kan het afmaken? Goed gedaan van de doelman. Balotelli. Die voorzet gaat het strafschopgebied in. Laat zich niet zomaar van de bal zetten. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Ja, en nu? Verdedigd. Corner, gewoon een doeltrap. Aan beide kanten worden er nieuwe mensen ingebracht. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Ontwijkt die sliding heel soepeltjes. Mooi gedaan.
De Jong. Balotelli, juweel van een hakje. Sim de Jong. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? Emanuelsson. Zo hoort het. Schitterende kopbal. Tja, geweldig. Die hou je niet tegen. Hij staat precies op de goede positie en scoort met het hoofd. Abate. Ja, en nu? De Jong! Dat is een eitje. Eitje voor de doelman. Komt er met de bal uit. Emanuelsson. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Milan heeft de bal te pakken. Sim de Jong. Abate. Ja, en nu? Gaat op het doel af. Gered, maar de bal komt terug. Eens kijken of die voorzet komt. Laat zich niet onderuit halen. We houden controle over de bal. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien. Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Goeie redding van de keeper. Hij moet er voor zijn doel uit, maar geen probleem. Ja, en nu? Een schot. Doelman stopt de bal, maar die komt terug. Loopt zich vast. Hoe is het mogelijk? Nou, wat gaat de scheidsrechter doen? Die speler heeft al geel. En nu weer een overtreding. Mag hij vertrekken of blijven de kaarten op zak? Overtreding, hij krijgt geel en hij had al een kaart, die sukkel. Einde wedstrijd. Twee nieuwe krachten voor dit team. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Nou Juri, de eerste overwinning is binnen en de toon voor dit seizoen is daarmee gezet. De eerste wedstrijd winnen is belangrijk en als ze dit vasthouden, dan kan het een mooi seizoen voor ze worden.
Nou, de wedstrijd zit er weer op. En ik hoop u een volgende keer weer te mogen... We gaan weer bekeren vandaag. Welkom, dames en heren. En de wedstrijd wordt geleid door Benoît Taillade. Echt zo'n wedstrijd die alle kanten op kan. Geen idee wie hier als winnaar van het veld zal komen. Maar daar komen we vanzelf al achter. We zijn begonnen. Nu dan Schiet. Kijk nou. Ach, op de paal. De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. Kiest voor de tackle. De Jong. Nee, prachtpaasje, maar net te weinig kracht. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Goed gezien, hij lost het op met een tackle.
En meteen al een vrije trap. Wordt gedekkeld, maar speelt gewoon door. En hij wordt nu aangevallen. Ja, en nu? Gaat hij het redden? Bal komt terug. De bal belandt voor het doel. Wie maakt het af? Siem de Jong. Prima redding van de keeper natuurlijk. De bal gaat heen en weer. Balotelli. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Winning op zak op zijn eerste wedstrijd en dat smaakt naar meer. Ja, hij is erg goed begonnen, Evert. Kijken of het zo blijft. Die actie wordt bestraft met een vrije schop voor Milan. En het spel gaat alweer door. De bal ligt voor het oprapen, maar hier... De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. De scheidsrechter trekt geel. Ja, en nu? Een schot. Allemachtig doelpunt. Doelpunt, maar wat een paas, Jury. Ja, hij heeft er alleen maar zijn voet tegen aan te zetten. Bagaza, deze man is in mijn ogen de ultieme spelverdeler. De droom van elke aanvaller. Kimball. De bal rolt ongehinderd door. Kimball. Kom maar op met die voorzet, joh. Goeie slijding. De scheids vindt het ook goed. De scheids zegt de fluit alsnog voor die overtreding en dan geeft hij nog geel ook. Ik dacht dat hij door liet spelen. En Milan verdient de vrije trap. Emanuelsson. Goeie tackel. Vooralsnog grijpt de scheidsrechter niet in. Hij past de voordeelregel toe. Ja, en nu? Olympiakos met de mogelijkheid. Schitterend baasje. Kaka! Ja, en nu? De bal raakt de keeper en gaat alsnog over de lijn. Perfecte sliding. Hij plukt de bal zo uit de lucht. Wie pakt die bal op? Overtreding. Milan mag een vrije trap nemen.
toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Met deze mogelijkheid. Hij schiet. Bal gestopt, maar komt terug. Nee, dat lijkt nergens op. Hoekschop voor AC Milan. Mexes. Goed geprobeerd. Hij deed zijn uiterste best om met zijn hoofd bij die bal te komen. Maar dat mocht niet baten. Nee, dat klopt even. Hij kon nog gewoon niet naar beneden knikken. In het overzicht ziet u het aantal schoten. Kaka. Doorgekopt naar een ploeggenoot. Komt weer zo'n voorzet. Nee, die bal komt niet aan. Daar wordt een stokje voor gestoken. We gaan rusten bij 2-0. Benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. In de rust heeft Milan tevreden kunnen terugkijken op een eerste helft waarin ze op voorsprong kwamen. En nu moeten ze die voorsprong vasthouden. Emanuelsson. En hij springt zo over die slijding heen. Voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Met open ogen de buitenspelvalling. De Jong. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Wie komt er met de bal uit? Daar was hij iets te gretig. Ja, en dan is het buitenspel. Siem de Jong. Nou, het is van... Milan krijgt een vrije trap mee. Het lijkt wel of hij wil testen hoeveel geduld de scheidsrechter heeft. Het was slecht getuind, het was lomp. En hij mag blij zijn dat hem dat geen tweede gele kaart heeft opgeleverd. De coach kiest in de tweede helft voor vers bloed. Hij wil meer actie zien en dus moest er iets gebeuren. Ja, en nu? Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Abate. Goeie tackle en hij neemt het balbezit weer over. Balotelli. Ze blijven. We gaan het proberen. Al lukt het dan nu niet. Vers bloed voor de beide ploegen. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Knap ontweken hoor, die sliding. En zou die bal onderscheppen. El Shaarawy. Hij speelt zijn mannetje uit en is er dus langs. Gevaarlijk hoor, een voorzet vanaf de zijkant. Is er iemand om de bal aan te nemen?
Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit gespeeld. De Jong. Hij neemt hem. Weet die bal buiten het doel te houden. El Shaarawy. Ja, en nu? Oh, knalhard schot. Hij is er bijna. Personele wijzigingen bij beide ploegen. Klein gemaakt. Daar komt de voorzet. Dat was pure reflex van die verdediger. Ze vechten om de bal. Verdediging in actie. Saviola. Die bal gaat over de achterlijn corner. De trainer haalt hem eruit zodat geel geen rood kan worden. Dat is geen goede corner, de bal wordt weggehaald. Mooie actie van die verdediger, wat een inzicht. Loopt tegen die verdediger op. Ja, en nu? Wat een vaart. Bal gestopt, maar komt terug. Opbouw. Hij schiet. Hij scoort voor AC Milan. Alsof het nog niet erg genoeg was. Dit komen ze niet meer te boven. Nee, wat hun betreft kan de scheidsrechter net zo goed afsluiten. Laten we die goal nogmaals bekijken. Nog een doelpunt even, dus die andere worden helemaal ingemaakt. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Loopt zich vast. De wedstrijd is afgelopen en de winst is voor AC Milan. Een overtuigende overwinning hoor. En verdiend als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter. De wedstrijd zit erop. Tot de volgende.